Wie wenst u dit jaar in het speciaal een gelukkig nieuwjaar? Nou, we gaan het vragen in de beste wensen. Mevrouw, een vraagje. Wie zou u nou het komende nieuwjaar een heel gelukkig nieuwjaar willen wensen? Nou niet speciaal. Iemand, de hele familie, denk ik. De hele familie? Ja. Nou, bij deze dan, hè? Ja, nou, inderdaad. Oké. Gelukkig nieuwjaar. Hallo, een vraagje. Wie zou je in het nieuwe jaar nou speciaal een heel gelukkig nieuwjaar willen wensen? Mijn familie zeker. Ja, mijn vrouw Dorota en mijn kinderen, zeg, mijn dochter Natalia en Justina. Okay. En van jullie allemaal. Dankjewel. Alsjeblieft. Okay. Jongens, mag ik jullie wat vragen? Wie zouden jullie nou in het nieuwe jaar een heel gelukkig nieuwjaar willen wensen? Ja, mijn beste vrienden en familie. Ja? Ja. En jij? Mijn familie, mijn beste vrienden. Mijn leraar zelfs. Leraar? Van welke school? ROC, gewoon hier in Tiel. Oké, okay. Nou, namens deze dus. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Alsjeblieft. Meneer, een vraagje. Wie zou u nou in het bijzonder een heel gelukkig nieuwjaar toe willen wensen? Nou, eigenlijk wel mijn vrouw. Oké, okay, uw vrouw? Ja. En waarom? Omdat ze heel goed voor mij zorgt. Ah. Ja. Dus bij deze? Eigenlijk een steun en toeverlaat. Ah, dat klinkt heel mooi. Ja, nou, dat meen ik ook. Oké, en hoe heet uw vrouw? Ria van der Helden. Oké, nou, voor Ria dus een heel gelukkig nieuwjaar. Dank u wel. Oké, en jullie ook. Dank u wel. Ja, dank je wel. Dag. Wie zou je nou in het nieuwe jaar een heel gelukkig nieuwjaar toe willen wensen? Nou, ik denk mijn beste maatje Robin. Die is nu een week of twee terug vader geworden. Dus nee, die wens ik al echt een goed nieuwjaar. Ja, met allerlei geluk en voorspoed. Ja, dus dat allemaal maar goed mag komen en alles voor elkaar is. En, nou, vind ik heel mooi, dankjewel. Geen probleem. Houden. Wie zou u in het nieuwe jaar nou heel graag een gelukkig nieuwjaar willen wensen? Rutte niet. Niet? Nee, echt niet. Waarom niet? Hij heeft alles kapot gemaakt voor ons. Ziekenfonds gaat omhoog, alles. We moeten allemaal geld toeleggen. Ja. Maar zijn er ook nog wel mensen die dan toch wel dat wel verdienen? Ik ga voor Wilders, helaas. Nee, nou, gelukkig nieuwjaar dus. Ja. Wilders, doe je best, jongen. Dank u. Gelukkig nieuwjaar! Meneer, een vraagje. Dag. Wie zou je nou in het speciaal een heel gelukkig nieuwjaar toe willen wensen? Ik zie u denken. Ja, ik... Nou, het is niet de burgemeester. Niet? Nee, het is niet de burgemeester die ik... Oké, nee. Maar wel iemand in het bijzonder die dan wel wat zegt van... Oh, die verdient dat, die gun ik dat. Nou, ik denk dat mijn dochter, die heel veel heeft meegemaakt dit jaar... dat die ik een heel goed en gelukkig nieuwjaar wens. Dus het is lekker om even dan een streep te trekken, ja. Hè, onder het afgelopen jaar. Ja. Ja. Dus voor haar... Voor haar, ja, speciaal voor haar zou ik dat willen doen. Ze heeft heel veel meegemaakt. Ze hebben ook weer heel veel geluk nu gehad, gelukkig. Dus dat gaat helemaal weer goed. Ja, ik denk dat uw dochter heel blij wordt als ze dit hoort. Oké, ja, bedankt. Ja, ja, dag. Mevrouw, een vraagje. Wie zou je nou in het bijzonder een heel gelukkig nieuwjaar toe willen wensen? Alle mensen in de verzorging. In de verzorging? Ja. En waarom? Nou, sinds een jaar zit mijn moeder in een verzorgingshuis en die mensen die verdienen alle lof. Ze wordt heel goed verzorgd, begrijp ik? Ze wordt heel goed verzorgd, ja. Dus ze werken heel hard. Ze werken heel hard en met al die bezuinigingen, dan vind ik toch wel dat ze een keertje lof verdienen. Nou, dus een compliment voor al die mensen en de allerbeste wensen voor hen. Yes. Okay. Dank u wel. Ja hoor. Hallo. Hallo, een vraagje. Wie zouden jullie nou in een speciaal een heel gelukkig nieuwjaar toe willen wensen? Ja, wie? Even nadenken. Ja. Wie verdient het? Ja. Papa? Ja, papa. Mijn man. Oké, ik moet er wel even bij staan. Goed, weet je hoe we dat doen? Dan gaan we nu papa een heel gelukkig nieuwjaar wensen. Met z'n drieën tegelijk. Oké? Ja. Doen? Ja. Hou ik de microfoon? Hou jij de microfoon vast? Gelukkig nieuwjaar! Papa, de beste wensen voor het nieuwe jaar. Een gezond 2016. Nou, ik denk dat papa het wel snapt, hè? Denk het wel. Dankjewel. En voor jullie ook de beste wensen. Ja, dankjewel, van hetzelfde. Oké. Okay. Dag dames. Hallo. Een vraagje. Wie zouden jullie nou in het bijzonder een heel gelukkig nieuwjaar toe willen wensen? Familie en zo.
familie? Ja, jij? Mijn nichtje. En wie is jouw nichtje? Eva. Eva. En waarom Eva? Eva is ziek. Ah, oh. Ja. Oké. Maar ja, het gaat goed. Het wel goed nu met haar, hoor. Maar... Oké. Dus zij verdient alle geluk en gezondheid. Ja. Oké. Nou, dan gaan we, overbrengen dan. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Goedemiddag. Nee, nou, jawel, jawel. Een klein vraagje. Het nieuwe jaar. Wie zouden jullie een heel gelukkig nieuwjaar toe willen wensen? De hele familie. De hele familie? Ja, daar beginnen we altijd mee. Niemand in speciaal en bijzonder die een opkikkertje verdient? Of... Ja. 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 Onze neef, die heeft een hele zieke vrouw. En ik zou heel graag willen dat zij beter zou worden. Ja. Snap ik. Dat lukt niet. Dus dat is heel wat triest. Dus. Ja. Voor welke club zijn jullie? Vraag maar. Stads TV Tiel. Oh, nee. Zend dit maar niet uit. Nou, gewoon een gelukkig nieuwjaar dan. Ja? Laten we het daarbij houden en jullie veel succes hiermee. Oké, dag. Meneer, wie vindt u dat er nou speciaal echt de beste wensen verdient? Alle spelers van de Tech. Van Tech? Een trotse Tech-fan staat hier. Ja. Ja. Ik speel zelf bij Tech dus. Ah, nou dus voor alle spelers, alle mensen van Tech. Ja. Een gezond 2016 en een sportief 2016. En wie ga jij een gelukkig nieuwjaar toewensen? Ja, mijn vader en moeder. Jouw vader en moeder? Ja. Ja. En waarom? Ja, ze komen altijd voor me op. Dus jij hebt hele lieve ouders? Ja. Okay. En die verdienen dat? Ja, die verdienen dat wel. Okay. Dankjewel. Oké, doei. Hallo, een vraagje. Wie zouden jullie nou heel graag een gelukkig nieuwjaar willen wensen? Oh jeetje, nou ja, volgens mij iedereen die wij kennen, want we gunnen iedereen een gelukkig nieuwjaar. Ja, dat is mooi. Iemand in het bijzonder? Ja, mijn beste vriend, Paul Diemel. Oké, okay, waarom? Omdat hij sinds kort wel wat geluk kan gebruiken, eigenlijk wel. Vind ik mooi. Ja. Ja, oké, okay, nou dan doen we dat, hè. Oké. Okay. Goed, bedankt. Oké, okay, dag. Hoi. Dames, een vraag. Wie zouden jullie nou in het bijzonder een gelukkig nieuwjaar toe willen wensen? Alle mensen. Alle mensen? Ja, de hele wereld. Ja. De hele wereld. Ja. Niet iemand waarvan je denkt, oh. Ja, maar dat helpt toch niet, hè? Nou, het zijn mooie wensen. Het zijn wensen, ja. Maar sommige wensen komen niet uit. Nee, klopt. Maar we mogen hopen, wensen. Natuurlijk, we blijven wensen. Iemand in het bijzonder? Nee, niet echt, nee. Dank u wel. Ja, ja, hoor. Daar. Goedemiddag, een gelukkig gezinnetje. Ja. Ja, en zijn er nou mensen in het bijzonder die jullie heel graag een gelukkig nieuwjaar toe willen wensen? Nou, al mijn familie, maar niet echt specifiek iemand. Nee? We gaan lekker even wat shoppen nog en dan gaan we lekker naar de familie toe. Ja, oké. Okay. En jij nog iemand in het bijzonder? Nee, ook niet. Nee? Nee. Gewoon een happy family? Ja, ja, dat gaat goed zo. Houden zo. Ja. Goed, dankjewel. Doeg. Ja. Kijk, mensen in functie. Een vraagje. Wie zouden jullie nou in het nieuwe jaar een heel gelukkig nieuwjaar toe willen wensen? Ik overval u. Dag, maar mijn collega. Oké. Okay. Nou. Wie? Ik zou het niet weten. Echt niet? Nee. Oké. Okay. Okay. Ja. Wie zou je nou in het bijzonder een heel gelukkig nieuwjaar toe willen wensen? In het bijzonder? Eén iemand? Ja. Eén iemand? Meer mensen? Ja, familie en de dierbaren. Ja, ja. Als er meerdere mensen zijn. Ja. En als eentje is mijn meisje. Ah, en wie is je meisje? Andrea. Andrea. En waarom Andrea? Vertel. Ja, goed, die betekent gewoon heel veel voor me. Ja, doet alles voor me. Smeert 's morgens mijn sneetje brood als ik naar mijn werk ga. Oh, je bent een heel gezegend man. Nee, of niet? Ja, ja toch? Mag er wel eens wat voor terug doen. Ja, super. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Hey, goed uiteinde. Gelukkig nieuwjaar! Namens het hele team van Stads TV Tiel wensen wij u een geweldig nieuwjaar toe. En we gaan u het komend jaar natuurlijk dagelijks weer zien.